deze nieuwe video. Zoals jullie zien heb ik mijn wenkbrauwen niet gedaan. Dat is voor mij heel erg raar, want ik doe altijd mijn wenkbrauwen voordat ik mijn video's begin. Maar deze keer heb ik ze niet gedaan, want deze keer gaat de video letterlijk over mijn wenkbrauwen. In samenwerking met Zazie heb ik hier deze Brow Lamination Kit. Brow Lamination is nou helemaal in. Ik heb het echt gezien al over internet, Instagram, YouTube. Iedereen doet het nou en het houdt kort gezegd in dat je je wenkbrauwharen helemaal zo omhoog duwt en ze zo heel mooi fluffy en vol maakt. Daardoor creëer je hele vollere en hele fluffy wenkbrauwen. Ondanks het feit dat je dat misschien niet per se hebt. Ik heb best wel veel wenkbrauwhaartjes, maar ik heb niet hele volle dikke wenkbrauwen ofzo. Ze zijn best wel dun. Dus ik ben best wel benieuwd wat dit gaat doen met mijn wenkbrauwen. Deze video is dus echt in samenwerking met Zazie. Dus ik heb deze kit ook van hun gehad. En ik ga die dus vandaag proberen. Ik heb hem nog geen één keer geprobeerd. Dus ik ben echt super benieuwd. En ik ben ook echt heel erg benieuwd hoe ik eruit ga zien met mijn wenkbrauwen zo omhoog. Ik vind het wel altijd echt prachtig als ik het zie bij anderen. Dus ik hoop dat ik het ook echt heel mooi ga vinden op mezelf. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, voordat we echt gaan beginnen wil ik wel even snel vertellen. Brow Lamination is in principe geschikt voor iedereen. Behalve voor de vrouwen met echt hele hele dunne wenkbrauwen die niet veel wenkbrauwhaartjes hebben. Want dan heeft het niet echt nut. Want Brow Lamination is echt gemaakt om je wenkbrauwharen zo mooi omhoog te doen. En als je niet veel wenkbrauwharen hebt, dan heeft het niet echt nut. Dus voor die mensen heeft het niet echt nut. Maar voor de rest van ons wel. Oké, dit is dan de Brow Lamination Kit. Echt een prachtige verpakking. Dit kost €64,95. En hier achterop staat hoe je het moet gebruiken. En dit is dan wat erin zit. Er zit letterlijk alles in wat je moet hebben om te beginnen met Brow Lamination. En met alles bedoel ik ook echt alles. Dus wat ook echt uitzonderlijk is aan deze kit, is dat letterlijk alles erin zit. Ook gewoon de plastic wrap die je op moet doen, die zit er ook gewoon in. Dus je hoeft letterlijk niks meer bij te halen. Je haalt gewoon deze kit en je hebt alles. Dus dat is echt top. Dat vind ik echt heel erg fijn. Ik vind het altijd een beetje vervelend als ik dit soort kits haal voor wat dan ook. En dat je dan ook allemaal dingen van jezelf moet kopen of moet halen. Bij een kit verwacht ik ook gewoon echt dat alles erin zit. En dat is hier echt het geval. Dus dat vind ik fijn. Ook wil ik alvast vertellen dat ik ook een kortingscode heb voor jullie. 20% gaat eraf. Dus dat maakt het allemaal nog iets beter. En dat is Sarah20. Maar het staat ook beneden in de beschrijving. Oké, ik ga heel even mijn haar naar achter doen. Anders komt het allemaal in mijn gezicht. Ik heb by the way obvious niks op mijn gezicht. Nou, ik denk dat het misschien beter is als we even gaan inzoomen op de wenkbrauwen. We zijn ingezoomd. Nou, dit is dan de before van mijn wenkbrauwen. Mijn wenkbrauwhaartjes zijn echt altijd all over the place. Ze gaan echt alle kanten op. Ik ga even snel wat haartjes hier weghalen voordat we beginnen. Ik heb geen zin om nou helemaal te harsen. Dus ik doe het gewoon even snel met dit mesje. Oké, je moet dus beginnen met je wenkbrauwen even goed schoon te maken. Dus dat ga ik even doen. Ik ga er gewoon even met een watten schijfje overheen. Ik heb al net mijn hele gezicht schoongemaakt. Dus in principe zit er niks op mijn wenkbrauwen of zo. Maar ik doe dit gewoon even voor de extra. Dan moet ik met de lijm de wenkbrauwen omhoog kammen. Dit is dan de Brow Lift Glue. Hiermee moet ik mijn wenkbrauwhaartjes omhoog kammen. Dat gaan we even doen. Oh mijn god mensen, ik vind dit zo spannend. Gewoon zo omhoog. Kijk hoe fluffy je wenkbrauwen worden als je ze alleen al gewoon zo omhoog kamt. Je moet ook echt niet te veel lijm gebruiken. Oh mijn god, ik vind het gewoon nu al leuk. Oké, stap 3. Je moet de lamination lift aanbrengen. En dan de plastic wrap op je wenkbrauwen doen. En dan 5 tot 8 minuten laten zitten. Oké, dat gaan we snel doen. Dit is dan de lamination lift. Die moet je op je wenkbrauwen doen. En dan hebben we hier ook de plastic wrap. Ik vind het echt, echt fijn dat deze er ook bij zit. Zo, dat is dus dit. Oeh, mijn wenkbrauwen voelen super hard aan door die lijm van net. Alles zit zo goed vast. Dit ziet er zo raar uit. En dan moet ik de plastic wrap aanbrengen op mijn wenkbrauwen. Dus dat ga ik doen. Oké, dan moet je dit zo laten voor 5 tot 8 minuten. Dus ik laat het gewoon voor de volle 8 minuten. Dan ben ik zo bij jullie terug. A few moments later. Ik ben weer terug. 8 minuten zijn voorbij. We gaan verder met de volgende stap. Ik moet het nou eraf halen met een dry cotton stick. Die heb ik. Dus dan gaan we dit eraf halen. En daarna moet ik de Lamination Fix aanbrengen. En dan weer dit erop doen. En dan weer 8 minuten later. Dus dat gaan we doen, jongens. Dit kan eraf. Oeh, dat voelt zo satisfying. En dan gewoon een beetje zo eraf halen of zo, denk ik. Mijn haren zitten wel echt al best wel goed vast. Ik wil alleen nou niet te hard duwen. Want dan ben ik weer bang dat ik mijn wenkbrauwen verpest of zo. Ik weet het ook allemaal niet, jongens. Oké, ik laat het gewoon hierbij. Even kijken. Dan moeten we de Lamination Fix hebben uit de kit. Dat is een deze. Overal staat handig op wat het nou echt precies is. Nou ga ik gewoon precies hetzelfde doen als net.
Oké, het zit er weer helemaal op. Ik kom weer terug over 8 minuten. A few moments later. We zijn weer 8 minuten verder, dus dit kan er weer vanaf. Kijk mijn wenkbrauwen. Ik vind het echt mooi, man. Ze zien er nou een stuk meer fluffy uit, een stuk meer vol en iets netter. Mijn wenkbrauwhaar in het begin ging echt alle kanten op. Nou gaan ze gewoon allemaal een beetje mooi zo omhoog. Nou moet je alles wat erop zit een beetje eraf halen met de U-kant. Dus dat is volgens mij dit ding. Ja, en dan gewoon zo, denk ik. Oh, weet je wat ik me net besef? Ik zit allemaal hier mijn watte schijfgedoe allemaal te gebruiken en zo. Terwijl die zitten ook gewoon in de kit. Mensen, dat hoef je dus niet te doen. Je hebt dus echt letterlijk alles hier in de kit. Ik pakte gewoon automatisch mijn dingen, maar hier zit gewoon alles in. Ik ga stuk. Nou, dan weet je dat ook. Je hoeft niet je eigen spullen te gebruiken. En dan hebben we hier de olie. Die moet er als laatste op. Die moet je aanbrengen op je wenkbrauwen en dan 2 uur later. En dan heb je mooie, gezonde, glimmende wenkbrauwen. En dan als laatste wordt er ook gezegd, je kunt ook je wenkbrauwen een beetje trimmen om ze mooi extra strak te maken. Dus ik heb hier dit wenkbrauw schaartje. Ojo, ik vergat van de naam schaar. Dus dat ga ik een beetje doen. Dan worden ze iets meer strak. Gewoon een beetje bijtrimmen hier zo. Kijk, dat ziet er al gelijk een stuk beter uit. Dit hoef je niet te doen, dit is gewoon extra. Ik doe dit sowieso altijd al met mijn wenkbrauwen, dus ja. Oké, mensen, kijk even mijn wenkbrauwen. Ze lijken echt oprecht voller, ook wat netter. Ik denk dat het mij nou ook echt een stuk minder tijd kost, bedoel ik, om ze in te vullen. En er staat op hun website dat dit ongeveer 6 weken blijft zitten. Dus ook gewoon oprecht echt lang. Ik moet dit nou sowieso 2 uur laten intrekken en zo, dus ja. Maar ik vind er echt heel goed uitzien. Wat vinden we ervan, jongens? I like it. Ik hoop ook echt gewoon dat het gewoon lang goed blijft zitten. Ik vind dit echt een stuk beter eruit zien dan hoe mijn wenkbrauwen eerst zaten. En voor alle meiden die echt hele volle wenkbrauwen hebben met echt heel veel wenkbrauwhaartjes, nog meer dan mij. Dit gaat echt helemaal fantastisch zijn bij jullie. Dit wordt zo mooi, want al die haren gaan dan helemaal zo mooi omhoog. I like it. Het voelt ook gewoon lekker hard aan. En het voelt ook echt aan alsof het blijft zitten. Ja, we gaan eventjes weer uitzoeken. Oké, dit is het dan van iets meer ver af. I like it. Ik vind het echt... Oh my god. Kijk mijn wenkbrauw. Het is gewoon nou bijna alsof ik ze gewoon heb gedaan. Oké, mensen. Dit is dan hoe het er nou uitziet. Ik ben hier zo blij mee. Als je deze wenkbrauwkit ook wilt, beneden in de beschrijving staat een linkje. En je kunt dus mijn code gebruiken. En dan heb je ook nog eens 20% eraf. Ik raad het zeker aan. Ik vind het echt prachtig. Ik moet het sowieso nog even 2 uur laten intrekken. Dus ik kom sowieso over 2 uur bij jullie terug voor het eindresultaat. En dan ben ik ook opgemaakt, want ik moet nu een andere video gaan maken. Ik ga mijn wenkbrauwen ook niet inkleuren of zo. Ik wil gewoon echt zien hoe ze er over 2 uur uitzien. Ik denk niet echt heel veel verschil van nu. Maar dan kan ik gewoon goed voelen hoe goed ze vastzitten en zo. Ik zal ook beneden in de beschrijving een update geven over hoe lang dit ongeveer bleef zitten. Maar aangezien ik 4 video's maak in de week, zien jullie het sowieso in mijn video's. Maar goed, dit is het dan voor nu. Ik zie jullie straks weer. Oké, daar ben ik weer. Het is nou 2 uur later. Ik heb niks gedaan met mijn wenkbrauwen. Ik heb me wel opgemaakt, maar ik heb mijn wenkbrauwen niet ingevuld of zo. Dit is dan hoe ze nou zijn. Ze blijven ook echt helemaal omhoog staan. Ik heb zoiets al een keer proberen te doen met gewoon wenkbrauwgel. Maar ze bleven niet zo omhoog staan. En dat was dus heel jammer. Maar nou staan ze gewoon nog steeds omhoog. Ze voelen ook gewoon goed hard en stabiel aan. Dat ze echt zo lang blijven zitten. Ik weet niet of ze echt 6 weken blijven zitten. Dat moeten we nog zien. Maar ik zie ze niet zo snel verschuiven nou. Ik heb nou ook echt gewoon een full face make-up op. En ik vind het er ook gewoon goed uitzien. Het is helemaal niet raar omdat ik mijn wenkbrauwen niet heb gedaan. Het ziet er gewoon uit alsof ik ze heb gedaan. Ik vind het echt fantastisch. En dat zeg ik niet alleen omdat ik met ze samenwerk. Maar het is gewoon beter dan dat ik dacht. Ik dacht al wel dat het gewoon mooi ging zijn. En dat het gewoon oké ging zijn. Maar ik ben zo blij ermee dat ik gewoon een beetje in shock ben hiervan. Dus ik vind het echt geweldig. Laat staan als je nog een vollere wenkbrauw hebt dan mij. Kijk even, jongens. Vooral voor de meiden die geen make-up dragen of niet veel. En die toch een beetje goed voor de dag willen komen. Dan zien in ieder geval je wenkbrauwen er echt wel fantastisch uit. Dus I love it. Echt een aanrader dit. Echt geweldig. En je kunt het natuurlijk heel vaak doen. Ik heb nou alle producten gebruikt. En er zit nog meer dan genoeg product in die kit. Om dit denk ik zeker nog 10 keer of zo te doen. Dus ja, het is echt wel het geld waard. I love it. Mensen, wat vinden we ervan? Vinden we het mooi? Let me know. Nou, dat was het dan weer voor vandaag. Ik hoop dat iedereen heeft genoten van de video. Vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doei doei!